dus ik ben momenteel in Brussel, ben super verdwaald, kom van Antwerpen, kan leuke dag, Steffi was jarig. En nu ga ik iets super leuks doen, als ik de weg vind tenminste. Yay! Brussel is echt super mooi s'avonds. Oké, ik ben onderweg naar een soort van event. Het is iets van make-up, dus een Belgisch make-up merk. Waar ik straks waarschijnlijk wel meer correcte info ga kunnen overgeven. Vroeger droeg ik veel eyeliner, maar nu doe ik dat dus niet echt meer. Maar het zou kunnen dat vanavond dat ik dat dus wel terug ben te doen. Want ze hebben blijkbaar iets uitgevonden dat een soort van sticker-like meer is. Dus voor zo'n lompe zaken, like ik, die dus echt met hun dikke zwanworstvingers geen deftige lijntjes kunnen zetten, is dat echt wel iets leuks. Hier zo. Het is nu een zijn en oké, er is hier een deur. Ik ben er geraakt, dus wat is het plan? Sta hier al van alles van eten klaar? Het zijn hier zowel Franstalige als Nederlandstalige mensen. En ik heb dus al make-up aan, dat is geen probleem. Straks doen we dat af en we nu dat helemaal opnieuw doen. En ik zit hier al klaar. Het ziet er dus super speciaal uit. Dus het is echt wel mijn stickertjes, dus het is niet mijn gewone eyeliner. Dus ik ben echt benieuwd. Ik weet dat jullie ook benieuwd zijn, maar straks heb ik jullie dus meer kunnen vertellen. Ik heb al een paar fotootjes gezien en het ziet er wel echt nice uit. Straks als dan ook nog foto's nemen. Oké, ik heb dus al een domme vraag gesteld. Blijkbaar is dat dus eetbaar papier, maar ik wist dat niet. Het is blijkbaar van rijst gemaakt. Ja. So dumb. Whispering soft, alluring signs, wrapping you around my finger. Gently touch, full of spell. Blinding you into another. Sneaking round, hunt and pray to find me another lover. Behind closed doors and empty space, we're in a secret love encounter. I'm a lonely heart, heart feline. I take what's mine, then I leave behind. Feline. I take what's mine and I leave behind. Foundation hier aangedaan en concealer, dat zullen we gaan zien. Blijkbaar is het super makkelijk. Millie heeft ook aangeraden voor eerst de binnenkant te doen en nadien nu pas zorgen te maken over die buitenstukjes. Dus we gaan gewoon proberen. Dat is super leuk voor af te doen. Echte massage. Oké, dus ik heb eentje aan. Oké, dus ik heb ze nu dus aangekregen. Ze zijn redelijk symmetrisch, denk ik, hoop ik. Tijdens, oh, ik dat te doen is al wel graag. Oké. Ik doe nooit echt eyeliner aan, gewoon omdat ik zo onhandig ben en echt lomp. Maar hier, ja, stickers plaatsen, bedoel, kleuters kunt ook. Gewoon maken dat je niet te zeer van. Het is veel makkelijker met stickers uiteindelijk. Want als je mis bent, moet je gewoon de sticker er opnieuw afdoen. Ja, daar zijn die echt mooi. Zo meer zo'n grijs glitter. Wij zijn die donkerblauw. Oké, nu ga ik hier een keer iets mee proberen. Dat is dus nog iets anders. Ziet er ietsje specialer uit. Oké, ik ben dus bijna klaar met de make-up look. Maar kijk, voor de mensen die dus gaan vragen welke lipstick dat is. Ik kan je zeggen, ik heb zelf gewoon een beetje gemixt. Het is dus van Balmain en L'Oréal, de paarse. Kleurtje Freedom. Gemixt met Confetti van Fenty Beauty. Die heb je al gezien in ja, de video waar ik hem al getest had. De. Aan de buitenste kant de lipstick. Dus zoals je ziet is de lipstick echt wel paars. Maar dus als je er met die confetti over gaat, wordt dat dus bleker. En krijg je dus dit effect. En oké, het is een beetje een extremere look. Ik weet dat jullie dat niet gewend zijn bij mij. Ik kon hier ook gewoon iets simpels proberen, maar dacht, ja, toch de kans hebben. Besef dat ik zo subiet nog over straat moet lopen. Oké, dus zo ziet de final make-up look eruit. Nog te niks. Achter de rest bijkomen. Zo mooi. Mooi? Ja, het is echt leuk van iedereen. Oké, ze gaan mijn eyebrows iets dikker maken, maar dus kan jullie al tonen. Oh, ik zie eruit als een popje. Oh, die spiegel. Oké, het hangt hier gewoon super goed licht aan die spiegel. Ja, ja, wauw. Oké, dus zoals je ziet, is ze mijn wenkbrauwen dikker gemaakt. Weet dat ik dat normaal niet doe, vroeger wel. Ik heb er nog heel lelijke foto's van. Maar ze vinden het mooi. Ik zelf ben er nog een beetje onzeker over, maar ik heb het toch geprobeerd. Ik denk voor de foto's dat het wel leuk is. Ik denk dat ik ongeveer klaar ben. Dat is dus de make-up artist zelf. Dus is haar make-up collectie. Ze heeft echt nog voor superveel werk make-up artist geweest, kapster geweest. En uiteindelijk heeft ze hiervoor gekozen. Ik vind het echt fantastisch. En echt handig voor lompe mensen zoals ik. Ik kan er dus heel creatief mee zijn, zoals dat je ziet. Thank you.
so much. Thank you. You did a beautiful job. Yes, oh thank you. I love your makeup. I love with the little star and thank the little you. Heart. Even dat zijn nog een paar andere looks. Maar ook super leuk met die sterretjes. En van nu vind ik het echt ook creatief gedaan. Zo om een keer. Het is echt nice. Met je haar en zo. Ja, het is echt super gedaan. Hallo. C'est très 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 belle. Oui. Oh. Echt, hè? Boy, die is 3 meter lang of zo. Voilà, zet zit er ondertussen alweer op. Ik vond het heel leuk. Ik wil iedereen bedanken. Ik wil Walkie Talkie bedanken voor de uitnodiging. Ik wil zeker ook Millie bedanken voor alle lieve uitleg, de tips en zo en de prachtige productjes. We hebben er ook een paar meegekregen. Waarschijnlijk zal er nog looks mee doen of zo. Ik zal jullie wel tonen. Ik zal dan nog filmpjes maken. Zijn jullie er helemaal zot van en willen jullie dit natuurlijk ook bestellen? Welke kans dat groot is, want ik vind dat super leuk om mee te werken. Ik vind het echt tof. Je kunt er heel creatief mee zijn, zeker voor fotoshoots en voor uit te gaan. Vind ik het echt leuk. Voor de eindejaars is het ook leuk, want kijk, je hebt hier zo mijn glitter en die groene glitter vind ik echt tof om eindejaars looks mee te maken. Dan kun je zeker een website bezoeken en daar kan je dus alles bestellen natuurlijk. Voor meer info kun je ook nog altijd vragen stellen. En dat was dan in feite. Ik heb goed heen. Ik ben heel blij. Ik ga zo nu naar Gent. Ik heb geen zin om dat af te doen. Het was te veel werk aan. De foto's van de shoot komen ook nog zeker online, dus abonneer zeker of volg mij op Instagram. Alle linkjes staan hieronder. En te gaan komen, volledig af. Afsluit, eindelijk ik al op zo'n lol. Als je het besteld hebt, mag je het trouwens zeker laten weten in de comments. Zou je dat heel leuk vinden, zou me heel blij maken. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Voor mij was het een hele verrassing en het is super goed meegevallen. Veel beter dan ik dacht, echt leuk. Ik denk echt dat ik dan nog veel ga dragen met mijn heel pakketje producten meegekregen. Dus voor mij is het zo goed. Bij deze, bedankt voor het kijken en tot dat ik het weer zie. Met of zonder stickers heb je in hoofd. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.